Hallo en welkom iedereen in een nieuwe video waarin ik jullie ga meenemen naar een aantal boodschappen die op dit moment mag en moeten doorgegeven worden. Er zijn al heel wat zaken doorgekomen, waaronder één iemand die zich afvraagt of hij op een tweelingvlampad loopt of niet. En daar krijg ik een bevestigend antwoord op. In die zin, zoals je ook kan zien, de tekst op de video gaat ook over het pad terug naar ware liefde. En dan zien we dat we uiteindelijk allemaal toe zullen komen. Degenen die nog geen tweelingvlam hebben of geen tweelingziel ontmoet hebben hier in deze incarnatie in dit leven. Het kan ook zijn dat het niet in de kaarten ligt. In die zin dat jouw ziel nog niet op dat level van zielsgroei zit. En ik kreeg onmiddellijk al de Two of Wands. Dus, waarin dat de eenheid in jezelf belangrijk is. En dan ga je zien wanneer je daarop focust en veel minder op de ander. Dat veel meer zaken in jouw leven gaan stromen. En dat bij de meesten, zelfs ook bij tweelingvlammen, dat is altijd de eerste fase. De eerste prioriteit, de eerste topic waar de aandacht naartoe mag gaan. En mijn kaarten draaien hier allemaal om in elke keer met de 9 of bekers van boven. Wat dus weer verwijst naar die vervulling, maar zonder dat je een beker, zonder dat je de erkenning, de liefde krijgt van iemand anders, een andere ziel. Ik zou zelfs bijna zeggen, of ook een ander dier, of een ander levend wezen. Het hoeft niet altijd over mensen te gaan, natuurlijk. Ik zie ook de King of Cups, dus de King van Bekers, ondersteboven liggen en de Queen of Pentacles. Die passeert. Ook de King of de King van de Koning van Zwaarden. Dus als je in een zielsconnectie bent en je bent op zoek naar antwoorden, dan is het belangrijk dat je zelf eerst die Empress wordt. Dat je zelf eerst de energie in jezelf gaat gaan healen. En van daaruit ga je dan automatisch doorstromen als het ware. Zoals dat je in het schoolsysteem van het kleuter naar het lager, het middelbaar en zo verder gaat, is dat in jouw spirituele groei en je relatie net hetzelfde. En daar wordt ook nogmaals bevestigd terwijl ik uitleg met de 4 van wanten omgekeerd. Dus nu op dit moment is een eenheid tussen jou en een andere ziel niet van toepassing. Maar daarnaast is er ook wel de succeskaart, dus de chariot. Die duidt op een overwinning. Dat eenmaal dat je die eenheid gecreëerd hebt, eenmaal dat je de alchemie van manifesteren, de alchemie van het zijn van een energie in een fysiek lichaam geleerd hebt, begrijpt en ook geïntegreerd hebt tot volledig het diepste punt in jouw ziel en lichaam, dan gaat jouw leven en je relaties eigenlijk zoals een raket overuit gaan. Wat is het dat we nog meer kunnen meegeven? Wat is de boodschap die mag gedeeld worden vandaag? Dan krijgen we de 3 van munten, 7 van munten omgekeerd, de redder van zwaarden en de doodskaart omgekeerd. En ondersteboven de lovers. Met de Fool kaart, dus Lovers omgekeerd, Fool kaart en de Emperor ook omgekeerd. Kijk, opnieuw weer een bevestiging van wat we daarnet gezegd hebben. Zolang dat je niet werkt aan je eigen stabiliteit, en dus niet zowel de Emperor als de Empress wordt voor jezelf, dan zal dat ook niet weerspiegeld kunnen worden via een andere ziel, dus niet in je relaties. Ga je daar ook het niets gaan oogsten? Dus het is belangrijk dat je eerst je eigen dromen gaat gaan volgen en dus echt aandacht gaat gaan besteden aan elk fundament ervan. Je kan geen dromen gaan ontvangen, geen wensen ontvangen, geen realisaties gaan manifesteren of hoe dat ik het ook moet zeggen,
Zolang dat je niet helderder krijgt van wat dat precies is dat je wilt gaan ervaren. Welke emotie zou je willen ervaren als die persoon plots aan je voordeur staat? Of als die persoon plots jouw bericht stuurt? Of als die persoon plots laat weten dat hij of zij van jou houdt? Of wat dat ook maar is. Of dat je die job hebt. Of wat dat het ook maar is dat jij wenst te manifesteren. Zolang dat je zelf niet goed weet wat dat precies is dat je wenst, dan is het heel moeilijk om, voor het universum om af te stemmen en uit te lenen met hetgeen dat je echt wenst te ontvangen. En dat maakt dus dat het universum jou daarin ook behulpzaam is en dan eigenlijk verschillende situaties op je pad gooit of brengt, zodanig dat je kan voelen van oké, deze job dat ik hier gekregen heb. Oké, dat zijn de voor- en nadelen eraan. Dat is wat hetgeen dat ik wil. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik niet wil. Een relatie. Ga je iemand krijgen waar je misschien wel mee vibet, waarmee je resoneert of fysiek toe aangetrokken bent, maar je mist bijvoorbeeld de mentale verbinding of er is totaal geen energetische verbinding. Dus daarom brengt het universum contrasten, dus ervaringen, in de vorm van ervaringen, in de vorm van situaties, van personen op je pad, zodanig dat jij altijd maar helderder kan gaan krijgen wat dat nu juist is dat nodig is. En dus in plaats van te gaan kijken van wat is eigenlijk het conflict en ik ben er nog niet en hij of zij heeft mij geen bericht gestuurd of wat dat ook maar is, is veel belangrijker om te gaan kijken wat in deze situatie is dat mij een laag trillende emotie laat voelen. Wat maakt dat ik ontgoocheld ben? Wat maakt dat ik me nog niet volledig vervuld voel? Wat maakt dat ik me niet gelukkig voel? Wat maakt dat ik me niet vrij voel? Wat maakt dat ik me niet geliefd voel? Wat maakt dat ik nog erkenning zoek? Of goedkeuring? Of aanvaarding? Of wat dat ook maar is. En daarom krijg je ook die zwaardenkaart. Want dat is verbonden met je gedachten. En daarin is echt ook hetgeen waar dat die doodskaart mee te maken heeft. Want de doodskaart gaat niet, meestal niet over een fysieke dood. Het gaat over een hergeboorte. Het afsterven van een oud idee of een oude situatie of een oud gedragspatroon. Of een oude versie van jezelf. Zodanig dat je het volledig kan loslaten, volledig kan transformeren. En je weet het ondertussen nog niet, maar daarvoor werk ik en leer ik iedereen die met mij samenwerkt om te werken met de universele vlammen. Want dat gaat super snel om oude stukken, oude emoties, oude gedachten, energieën en welke vorm dan ook, om die op elk niveau te gaan transformeren. En dat is hetgeen dat nu nodig is. Dus degene die deze video, deze boodschap heeft gemanifesteerd, heeft aangetrokken, verwacht, intentie voor gezet of wat dan ook, dat is hetgeen dat je nu te doen hebt. En om echt ook de angsten die daarmee gepaard gaan los te laten. Nee, want, ik weet niet of ik dat kan horen, maar ik heb constant boeren die willen opkomen. Dus het is oké om die angsten los te laten. Erken ze en je zal zien, je zal een stuk beter gaan voelen inderdaad. Wat hebben we nog als boodschap? De eerste die erboven komt is Mindful Wisdom and Create Inner Harmony. Dat is de 28 kaart. En dus hij is een uil, de uil die verbonden is met de wijsgeer. En heeft ook die paarse blauwe kleuren. Die weer verbonden zijn met de blauwe vlam. Die verbonden zijn met communicatie, met spreken, met je keel. Dus ook met je gedachten. En wat krijgen we dan nog? Meditatie. Het is belangrijk om wanneer je meer wilt leren over het universum, over de wereld, over jouw leven, dat je naar binnen gaat. Ik heb dat vaak ook gezegd, ik ben ook niet de persoon die elke dag gaat gaan zitten mediteren. Voor mij, naar binnen gaan is mijn bullet journal nemen en gaan schrijven. Voor mij is lezen naar binnen gaan. Voor mij is gewoon in de natuur zijn, bezig zijn met mijn paard, dat is naar binnen gaan, dat is die rust inbouwen. Gewoon een douche nemen, op mijn shaktimat gaan liggen, wandelen, zelfs gewoon eventjes in de zetel zitten, mijn ogen sluiten. Dat zijn allemaal momenten waarin dat ik ruimte creëer om boodschappen te ontvangen, om
naar binnen te gaan om de verbinding met mezelf te maken. Niet alleen in het nu, maar in alle tijd en alle ruimte. Want hier in deze incarnatie zijn we hier maar met een frequentie, met een fragment van onze totale zijn, van onze energie is ook veel groter, veel krachtiger. En het is de bedoeling doorheen het bewust worden dat je leert om die volledige, die eenheid vanuit je hogere zelf volledig te incarneren en overheen te laten komen. Niet dat het dan volledig in je fysieke lichaam geankerd is, zoals soms ook gezegd wordt, nee. Maar het straalt wel doorheen jouw, in alles wat je doet, het straalt doorheen jouw lichaam, het straalt doorheen de emoties die je voelt, het straalt doorheen de gedachten die je hebt, het straalt doorheen wat je zegt, wat je doet, de keuzes die je maakt. En als jij jouw leven wilt gaan verbeteren, en misschien sluit het aan naar aanleiding van de video van woensdag, maar als jij je leven wilt gaan beteren, is het belangrijk dat je daar ook aan vasthoudt. In die zin dat je blijft gaan en blijft proberen en niet opgeeft en blijft gaan voor die visie en die droom die je hebt, dat je kan zien met je innerlijke oog. Dat je kan zien met je derde oog, als je het zo wil. Want uiteindelijk gaat dat tot leiden, dus die Sacred Divinity is een andere kaart die naar boven gekomen is. Uiteindelijk gaat de keuze die je maakt en dus die healing die je doet in je gedachten, in je emoties, in je volledige zin en energie, waardoor dat je in staat bent om een kanaal te worden voor van jouw hogere zelf, van jouw eenheid, dat zorgt er dan voor dat je die heilige twee eenheid hebt. Dus dat je die heilige samenwerking hebt tussen mannelijke en vrouwelijke. Maar uiteindelijk, het moment dat de bron zich wou gaan ervaren, was het eerste wat de bron deed, zichzelf opsplitsen in twee eenheden. Mannelijke energie en een vrouwelijke energie. En dat zorgde onmiddellijk voor die dualiteit die daar ook in ontstaan is. En dat is hetgeen waar we constant in leven, in een duale wereld. Het grootste probleem is dat we die dualiteit als waarheid gaan zien. We zitten vaak aan de ene op de andere kant en we vergeten dat er ook nog een andere kant is. En dus ascensie gaat ook weer over het komen tot eenheid, waardoor je beide kanten nog ziet. Je ziet plus en min nog. Je ziet dat warmte en koude er is. Je ziet dat het kan regenen en zonneschijn kan zijn. Je ziet alle facetten, maar waar je vroeger misschien alleen maar zwart en wit ziet, ga je meer en meer gaan zien dat er eigenlijk tussen dat zwart en dat wit nog heel veel en enige andere fantastische mooie kleuren zijn. En dat gaat ervoor zorgen dat je jouw leven veel meer gaat gaan diversifieren. Dus veel meer gaat gaan kleurrijker maken. Gaat krachtiger maken. En meer nog, door het feit dat je gaat gaan zien dat er oneindig veel mogelijkheden zijn, dan één, ga je niet met het gevoel hebben dat er maar twee keuzes zijn. Nee, want er zijn oneindig veel keuzes in elke situatie. En dus iedere keer wanneer je voor een keuze staat of voor een obstakel staat, dan ga je in staat zijn om vanuit het hogere te gaan kijken naar de situatie. En dus vanuit die eenheid te kunnen gaan kijken. En daar ga je zien dat er niet alleen maar twee paden vooruit zijn, maar dat er oneindig veel paden zijn. En dat het enige wat je moet doen, is eigenlijk het doel vooral voor ogen houden. Dus hoe dat jij je wil voelen, dat moet jij voor ogen houden. En dat gaat, dat is ook het stuk waarin dat ik ook vaak zeg van, eigenlijk is het heel simpel. Je moet niks natuurlijk. Wanneer je voor een keuze staat, of je zit in een dilemma, of je loopt tegen ergens iets aan en je weet niet hoe dat je het kan gaan oplossen, of wat de volgende stap is, dan stel je jezelf de vraag van, waarom maak ik het hier veel te moeilijk voor mezelf? Dus met andere woorden, hoe kan ik het eenvoudiger maken? En ten tweede, welke keuze kan ik maken vanuit liefde en vertrouwen? En wat is de andere keuze die ik zou maken vanuit angst, vanuit onzekerheid, vanuit willen controleren? En natuurlijk, zoals je het wellicht al kan vermoeden, dan is de keuze vanuit licht en liefde en vertrouwen de keuze die altijd het dichtste bij je hoogste pad en je hoogste goed gaat liggen. Maar ook hier heb jij de keuze. Kies jij vanuit controle en angst, dan ook. Dat is oké. Beyond the Ordinary is de volgende kaart. The Land in Between, ja.
voel inderdaad heel hard en heel sterk dat degene die deze video manifesteert heeft, echt op een kruispunt staat in zijn of haar leven. En eigenlijk een stukje bang is om een keuze te maken. En ook daarin is het belangrijk om je niet te laten leiden door wat hij ziet. Dus door de fysieke bewijzen, door de 3D, maar beyond the ordinary. Dus voorbij hetgeen waar dat zichtbaar is te gaan kijken. En dat gaat jou terugbrengen in, naar jezelf, naar je eigen innerlijke zon, naar je eigen licht. Waardoor dat je in staat gaat zijn om veel meer uiteindelijk te gaan bereiken. En dan heb je ook nog a tall tale, maar ondersteboven, en let it go ook ondersteboven. Dus ook dat is weer een bevestiging dat jij de controle mag loslaten. En dan kun je zo kunnen zeggen van ja, maar ja, Lindsay, hoe zit het dan met die vrije wil hier op aarde? Wel, de vrije wil is ook weer verbonden trouwens met de blauwe vlam. Dat zijn allemaal dingen die je leert in het traject Universele Vlammen. Dat kan terugvinden op mijn website of op de website die ook van mij is, 96vlammen.be. Dat er info tussendoor gegeven. Maar dus, de vrije wil hier op aarde is er gekomen omdat we de aarde hier een plaats is waarin dat we lessen leren. Waarin dat we door die contrasten, zoals ik in het begin gezegd heb, gaan ervaren van wat het hetgeen is dat we willen ervaren. Of dat de ervaring die we hebben, voelen die goed of voelen die slecht. Om uiteindelijk te kunnen komen tot eenheid, waarin dat we vanuit het meesterschap en het meester zijn, perfect onze realiteit kunnen gaan sturen en gaan manifesteren. Ik gebruik bewust niet controleren, want dan zit er weer die negatieve connotatie aan. Maar dus, door net los te gaan laten en te vertrouwen dat jij in staat bent om de keuzes te maken die bij jou passen, die je nu nodig hebt. Ook al lijkt nadien dat dat niet de meeste beste keuze was in die zin, omdat het niet voor het hoogste goed was. Dan nog gaat dat uiteindelijk ook jouw leden terug weer op jouw pad. Je gaat het misschien langer maken, je gaat het misschien uitdagender en moeilijker maken. Maar dus, het is belangrijk om heel bewust om te gaan met de emoties die je voelt, de gedachten die je denkt. En van daaruit dan de keuzes te maken. En iedere keer te kijken van oké, neem ik hier controle of kan ik het loslaten? Kan ik het vanuit liefde en licht en vertrouwen doen? Of probeer ik hier weer zelf alles te gaan invullen? En ga merken, hoe meer je kan loslaten, hoe meer dat je vanuit vertrouwen en dus vanuit die positievere energieën kan jouw leven gaan vormgeven, hoe gemakkelijker dat gaat gaan. En op den duur ga je niets anders meer doen dan dat. Dan ga je zien van oké, er zijn momenten dat ik in mijn vrouwelijke energie mag stappen, moet stappen. En gewoon mag zijn en het gewoon allemaal op zijn loop mag laten gaan. En er zijn momenten waarin dat ik actie mag en moet ondernemen. Met welke energieën kan en mag je samenwerken wanneer dat je resoneert met deze video? Dat is de violet-paarse vlam. En daar is aartsengel Uriel mee verbonden. En ook het woordje vrijheid. En dan aartsengel Sandalfon is eigenlijk de aardeengel. Dus hij werkt ook met allerlei vlammen die de aardekleuren meer in zich dragen. Maar de kleur die nu hier uitspringt, heeft te maken met cyclussen. Cyclussen in het leven, cyclussen van planeten, cyclussen van doorheen verschillende levens. Dus er zijn verschillende cyclussen. En dus hetgeen waar je doorheen gaat, is ook een onderdeel daarvan. En daarom is het belangrijk om regelmatig ook te gronden, maar ook dus weer die controle los te laten. En te durven meestromen op die flow van die verschillende cyclussen. En de kleur die eruit springt dus, is de oranje-gele vlam. En dan de laatste kaart die verbonden is met de vlammen, is de paarse. Maar ook die draagt verschillende kleuren. Omdat het verbonden is met aardsengel Raziel. En het woordje is retreat. Dus ga naar binnen. Het kan zijn dat je geleid en gevraagd wordt om naar bepaalde plaatsen te gaan. Als dat iets is die blijft opkomen, ga ook daarheen. Want dat betekent dat je ook die codes van die plaats, die vaak ook heilige plaatsen zijn op een of andere manier. Of dat er ook hogere lichtcodes aanwezig zijn. Of waar dat jij zelf codes kan en mag overbrengen. Die daar aanwezig zijn.
Dat heeft ook te maken met je sterrenafkomst. Dat is afhankelijk van welke sterrenafkomst dat je hebt. Degene die ik nu hoor zijn Orion, Sirius, Arcturië, Andromeda in het grotere geheel. Want er zijn in het Andromeda-stelsel verschillende samenlevingen, waaronder de Arcturië 1 is. Venus is ook nog één afkomst. Dus ga naar binnen en vraag dat je eigenlijk alle wijsheid, alle kennis, alle lichtcodes mag ontvangen en activeren die verbonden zijn met je sterrenafkomst. Voor jouw hoogste goed en van iedereen betrokken. Ik ga eens kijken welke boodschappen dat we nog hebben. Boodschappen van de universele vlammen. Oké, pas je grondingscode aan en optimaliseer ze aan je nieuwe staat van zijn aan. Dat is hetgeen wat ik daarnet al gezegd heb. Je nog geeft toestemming om nieuwe lichtcodes te activeren. Dat is hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb. Welke boodschappen hebben we nog? Ik ben overal en altijd beschermd. Ja. Dus als je onzeker voelt en twijfelt of dat je inderdaad moet mag gaan vertrouwen en die controle los mag gaan laten weten dat je beschermd bent. Voor sommigen, deze relatie waar je aan denkt, is een zielsconnectie. Dat betekent niet per se dat het een tweelingvlam of tweelingziel is. Dus het is een zielsconnectie. Dat betekent dat. Oei, sorry, ik zit hier in mijn microfoon. Dat jullie zielen elkaar kennen vanuit vorige incarnaties op aarde. Maar het kan even ook zijn vanuit vorige sterrenincarnaties, als ik het zo mag noemen. Dus incarnaties op andere planeten en andere sterrenstelsels. Roep de vlam van moed en doorzetting aan om je te helpen met de volgende stap. Daar hebben we het net ook over gehad, over die doorzetting. Geef niet op. Het is niet omdat het nog niet onmiddellijk manifesteert of nog niet onmiddellijk is zoals jij het ziet. Het kan gewoon zijn dat hetgeen wat jij het ziet misschien niet volledig voor jouw hoogste goed is. En dan gaat het niet manifesteren. Dus ook daar ga naar binnen. Maar geef niet op. Geef niet op aan je dromen. En dat is een fout dat ik heel vaak in het begin gemaakt heb. In plaats van aan te passen, dan veeg ik de plan gewoon volledig van de kaart. Deze situatie heeft te maken met je lotsbestemming. Met andere woorden, heeft te maken met lessen die je te leren hebt, met wat je hier komt doen of wat dan ook. En een laatste boodschap: optimaliseer en versterk je energetische bescherming. Ook hier kan je dat doen met de universele vlammen, dus werkt altijd met intentie. En dan zeg je van: ik optimaliseer en versterk mijn energetische bescherming voor mijn hoogste goed, dit of iets beters, dank u. En dan is het ook zo. Dus vertrouw daar ook op dat het allemaal zo snel werkt. Twijfel je? Wil je daar meer over weten? Wil je meer die know-how aan je mentale en ego een stukje voeden? Dat is oké, dat is helemaal oké. Daarom is die informatie er ook gekomen. Er zijn ook heel veel hoe heet het, transmissies met de vlammen gemaakt in de trajecten die ik aanbied, zowel in het jaartraject voor de spirituele ondernemers als in het traject. Universele vlammen die verloopt over 9 weken. Er zijn ook een aantal transmissies die je apart kan aanschaffen. Dat vind je ook terug op mijn website. En er zijn er ook een paar die gratis beschikbaar zijn hier op YouTube en op mijn website ook terug te vinden. Dus als je daarmee alvast kan helpen, dat is de bedoeling natuurlijk. En als er nog iets anders is waar ik mee van dienst kan zijn, dan hoor ik het graag. Zo, dat was voor deze video. Ik wens je alvast een heel fantastisch, fijn weekend en tot volgende week. Dag!